In deze video hoor je op een gegeven moment Richard eventjes niet. Dat is vooral in het begin. Op een gegeven moment kom ik erachter en pas ik de instellingen aan. OBS wat kuren en dat heb ik tijdens de opname opgelost. Helaas heb ik niet genoeg tijd gehad om de video opnieuw op te nemen. Dus sorry, maar, want ik moet natuurlijk wel gewoon iedere dag een video online krijgen. En ik kan zeg maar niet iedere dag twee video's maken als het fout gaat. Dus abonneer zeker en zien we je ook graag terug in op het kanaal. Terug naar de video. Oh wacht, dat kan niet, want we waren er al. Oh, ik jat die sleutel. Deurtje alvast open. Kunnen de gevoelens der geesten onze bus alvast binnenstromen? Ja, Richard, ligt het aan mij of loop je heel vrouwelijk? Kijk eens wat we hebben! Tarotkaart! Kijk eens even, joh. Garage hebben we niet stapel kisten nu. Begeen spiegel of Ouija board. Gaan we gelijk trekken of? Oké. Ik ga even kieken. Oh ja, natuurlijk, dat is het cursed item. Oei. Mijn brein is stuk. Is hij in de kelder? Oh. Nee, in de garage. Die nieuwe brekers zijn zo ziek, hè? Oei. Zo, dus leg ik eventjes de. Ja, maar waar is hij? Dat, nee. Oei, ja, die hebben we dan gemist, ja. En wij trekken hem. De Wheel of Fortune rood. Wat doet dat met ons, Richard? Oei. Oei. En wij hebben een toren op blauw. Wacht. Dat was. Hij zat aan een deur, maar. Ik weet niet welke deur. Deur. Piep, piep, piep. Trek maar aan de kaart. Dat doet. Dat zou ik wel kunnen gebruiken nu, denk ik. En wij hebben de sun. Oh, hij maakt gewoon grapjes met ons. Dus niet om te lachen, jongen. Ja. En het. Oei. Dit klinkt niet goed. Ik kom niet op de naam van waar deze ghost op lijkt, maar. Dit, hoe, well, dit. Een poltergeisto. Een poltergeist, ja, die ken ik wel. Donker, donker, donker. Zo. Nee? Jij? Mooi, maar mooi. En wij gaan voor nog een dood. Oh, hij maakt echt stomme grapjes, deze geest. Ja, dat zou ik ook kunnen gebruiken. En we hebben nog een keer Wheel of Fortune groen. Dat was het. Nu moeten we het verder gaan doen zonder speelkaartjes. Hij heeft hier wel even lekker lopen smijten, geloof ik. De tyfus, hij heeft toch even een tering bijna van het huis gemaakt, joh. Dat slaat toch even nergens op. Ja, we gaan even. Is dat zo? Meer dan 10.
Oei. Nou, dan gaat hij wel weer eventjes in mijn nek kauwen, zeker. Nog twee fotootjes. Ik ga mijn cam ga ik even switchen. Zo, één pilletje is wel genoeg, toch? Ja, 60 is wel prima, toch? Op. Some cards we found. They do crazy stuff. Oké. Dus we hebben al spirit gehad, hè? Heb je zo'n zaklampie? Dan neem ik ook nog eventjes zo'n boek mee in plaats van een EMF, want die doen dan niet zoveel. We hebben wel een. Oké, dan leg ik hem op de grond bij de keuken neer, denk ik. Het is niet echt fingerprints uit mijn mening, meer handprints. Wat? Wat? Oei. Dat is wel een goeie. Blurry Mary. Nou, voor zover we nu aan kunnen horen, is de ghost nog niet erg geïnteresseerd in onze spelletjes. Dus, hoort dat gekraak of is dat de ghost? Ik vertrouw het niet. Kijk dan, hij heeft gewoon een verfbus vast. Kijk dit dan. Er vliegt gewoon een verfbus op de auto. Kan echt niet. Ligt ermee. Dit lijkt me heel irritant om de hele tijd te horen. Gaat die vast nog zeker een keertje op reageren. Ja, komt me zo meteen ruimen. Hij komt zo meteen naar me toe en zegt: Hé, vriend, dit zijn geen geintjes, dit zijn geen geintjes. En dan neemt hij me mee. Mijn ziel. Gaat hij opeten? Oei, oei, oei. Ja, dat is wel iets, ja. Blurry Mary. Heeft hij. Aardig. Ghost event. Daar ging het licht. Het ligt hier. Ja, lamp ingegooid. Naar klootzak. Heeft hij aan de deur gezeten? Nee. Wat een stinkert. Wat een stinkert. Dat doet hij natuurlijk niet. Als je een ghost event spant hij op je. Als dat is je ghost event. Hoeft hij geen deur voor open te maken. Blurrijmare. Blurrijmare, hunt me down, s'il vous plaît. Tu French petit. Ik ben nog steeds niet zo goed in Frans. Als je nu start, krijg je tientje van koe. Ja, niet liegen, niet liegen. Ah, nou, hij wil 10 euro, geloof ik. Dan vraag ik me af, wat vindt hij belangrijker? 10 euro of 10 bier? 10 euro, denk ik. Als 10 dode lijken. Is nog niet aan de deur geverimpeld bij ons. Waar is een houten poltergeist van zout? Een poltergeist. With nothing to throw, poltergeist become powerless.
Hij heeft de deur aangeraakt bij ons, geloof ik. Heeft hij nou niet bij onze deur aangeraakt? Nee, maar wel deze. Oei. Even snel foto. Oh, de volgende dat was een interaction. De fingerprints waren al weg. Je moet nog een foto maken, want daar de deur aangeraakt. Dus interaction en fingerprints. Oei. The ghost left UV evidence. Yes, yes. Some cards we found, they do crazy stuff. Echt wel grappig dat ze tekstjes erbij hangen. Ja, we hebben alleen nog... Move it this. I don't know where you put your book, but he didn't write in the one that I put on the ground. Ik heb hem op tafel gesmijt. Hij heeft de breker uitgezet. Slaan. Ja, dat is een beetje lastig als je hem niet kan zien. Zolang ik genoeg wacht, zie je hem zo meteen. Ik heb een 0% sanity. Dat doen wij dus even niet. Zo gaan? We weten van zo zeker dat het een poltergeest is. Ja. Mooi. Mooi, mooi. En heb je de video weer in de pocket? Jazeker. En het weest een. Was het fijn spellen van je HDD afrunnen. Dan heb je snel bottlenecks. Het wordt een poltergeist. We hebben zoveel niet gedaan, maar we hebben wel goed geraaien. Dat maakt me even tevreden. We hebben. Oei, even lekker level up. We hebben geen bone evidence gehad, dat is wel oef. We hebben hem niet door zout laten lopen, dat is ook wel oef. We hebben hem niet gerepeld. Dat is op zich ook wel logisch. En we hebben hem ook niet geescaped. Dus dat is jammer. Tot de volgende. Abonneer. Bijna 200. Misschien op het moment dat deze video online is, hebben we al 100. Hartstikke cool. Abonneer.